moest het nog een slag worden? Hey joh! Gio, waarom rij jij voor mij? Je komt even lekker die pit uitgereden, jongen, idioot. Wacht even, oh, hij is wel aan het opnemen, top. Gio, rot op! Gio! Oeh! Wat een mafkeus! Wat een idioot! Wat een gek is dit! Ik ga maar opsluiten tussen mijzelf en de computer. Wat een teringbaai. Wat doen jullie, ey? Nee, even serieus, jongens. Dat ben ik helemaal niet, hè? Ja, godverdomme. Ik word eraf gereden. Door Magnussen? Nee, door Verstappen. Ja, zou je wat verdiend hebben. What the fuck, jongens. Ik denk dat je lekker de komende twee kwalificaties hier toe mag kijken. Ja. Pleur op. Nice. Hoppa. Doet hij even. Ja, lekker Albon. Jezus. Die zit gewoon een seconde op. Huppa, tiende. 1.34.1. Ik heb Albon voor me. Oh. 1000ste sneller. Nou, ik vrees. Een grote vrees. Nee, maar we haalt het niet in. Oh, Gio net! Meen je dat? Ja, op 400ste. Fucking onzin, man. We hebben er ook een aantal geen tijd gereden. Nou, Gio, wij zitten lekker daar op 14-15. Ja, ik ben nu alweer helemaal klaar, man. Dat is zo fucking tering aan het kutten, jongen, echt waar. Maak je ook schade, of niet? Nee, vriend, ik had geen schade. Maar één, ik word er van de baan afgereden en twee, jij loopt de kutte voor me, maar flikker op. Waarom ben je zo weer boos? Ik even kijken, ik ben 6 minuten bezig, dat is hartstikke goed. Oh. 20 punten af, dan ga ik er wel even inhalen. Dacht het niet. Hallo, je kan hem gewoon straks rechtdoor rijden, hè? Zo tegen Gio aan. Zou oppassen als Gio was. De race kan ik gewoon nog steeds rijden, maar niet in de top 10. Ik wil wel zien rijden. Mijn doel vandaag is om 1. Gruit van de baan af te rijden en 2. Michael Brandt van de baan af te rijden. We weten allemaal, jongens, tijdens de wedstrijden haalt hij zijn doelen wel. Oh, ik ben zo. De eerste keer. Zo. Een PlayStation die zegt in één keer van, haha, ik ga uit. Doei. Jammer, jongen. Maar hij gaat er geen verbetering aankomen, kan ik jullie tellen. Ik denk eerlijk aan mezelf aan. Wat een drama. En nu, voor mij heb je geen kwalificatie. Oh, 11e. Kutzooi. Lekker voor je. Oh, wat erg. Oh, wat vervelend. Ja, maar ik had het nog bijna gered ook, Etteban. Ja, precies. He, wat vervelend. Kijk, okay. Maro staat... Kan... Hey, Maro. Maar hoeveel ben jij dan, Maro? Of hoef jij niet te kwalificeren? Dus hij komt er opeens die nummer 16 opeens naar mij toe. Hij zegt, wat doe je? En hij pakt me gewoon bij mijn keel. Oh, dat had je niet moeten doen. Ik doe deze schouder op. Ik had geen pijn meer, ik had helemaal niks meer. Maar ze moesten mij met 6 tot 7 man moesten ze mij tegenhouden. En de scheidsrechter deed niks? Nee, scheidsrechter heeft niks gedaan. Ik heb ook geen gele kaart gekregen. Ik heb geen kaart gekregen, nee. Echt slecht. Ja. Nou ja, ik was vastgepakt door een van die tegenstanders. Best wel een stevige klem. En ik kreeg één arm eruit. Ah, toen ging ik op...
Die vent moest mij gewoon loslaten, oprotten. Hij moet mij gewoon niet aanraken, klaar. Je moet naar mensen gaan. Ik raak hem niet eens. Oh nee, Dennis is goed. Mag niet in deze coronatijdperk, hè? Oh ja, Christus zegt, die Kevin zegt nog, je bent wel veel rustiger dan je broer. Ja, hij wordt altijd zo boos, weet je wel. Ik zeg, ja, ik was vroeger ook best wel lijp, weet je nou. Dus een beetje, dat je de tijd wel een beetje mee gaat vallen. Maar, Ik ben opeens verbaasd, hij komt vanochtend naar me toe, hij zegt, Mau, jij bent echt veel drukker dan je broer. Ik zeg, nou gast, dan ken jij mijn broer niet hoor. Ik zeg, weet je wat hij gesnoven heeft gedaan gisteren, maar... ik word niet lijp. Nee, ja, vraag de jongens maar, ik ben... Ik weet hoe lang al niet uitgestuurd. Russie met scheidsrechter zit er dus op een andere manier op. Lekker, Mikey. Ik probeer het gisteren op Gio's manier. Dus wat heeft u gezien? Op mijn hand. Mijn hand zit ergens anders, toch? Dat werkt ook niet. Nee, maar hij zei gewoon iets richting naar mij toe, weet je. Kijk, natuurlijk, ik had niet... Weet je, dat is gewoon dom geweest, klaar. Oef, daar slipt hij even door Joep. Ik had ze laten schorsen. Dus, maar die vent had mij gewoon niet bij mijn keel moeten grijpen, want dan was er niks gebeurd. Zo. Oh, lekker. Alsnog pakt hij hem, hè? Hij pakt hem gewoon, hè, Paul. Hij is niet vlekkeloos. Ja, ook een goed tijd. Ah. Oh. Mikey gaat een bandje, gaat een muur kussen. Ja, kut tijd. 1.29. Oh, dan heb ik hem gewoon. Je hebt al Paul. Ik kan hem gewoon een muur inzetten, hoor. Bandje sparen. Dus dat was het eigenlijk. Jezus. Maar voor de rest prima wedstrijd hoor. Leuk. Tegenstander had allemaal ecstasy, cocaïne afgelopen weekend gesnoven, ketamine gebruikt, dat soort dingen allemaal. Joh, ey, wat wij meemaken joh op zondag, echt. En jullie spelen daar 2-2 tegen. Ja. Ja. Niet tegen Lucas zeg hoor. Nee, dan zijn we Lucas kwijt. Ball position. Spot hij volgende week bij Nieuwegein. De haasjes, hè, mooi op 10 en 11. Keurig. En een beetje het middenveld in handen. Dat is helemaal precies. Oh, mijn aanval. Ik ben hem nu al aan het bedenken. Nou, niet rennen bij bocht 1, denk ik. Prima. Nou, heb je ook geen last van je gids eraf, Mauro? Laat 30 start je. Hoezo? 10. Dat was 5, hoor. Ik heb 2 keer vergeten. 2 keer? Uit de afgelopen 22 races heeft hij niks opgestuurd. Ja, klopt.